Yvonne Koldewijer is in haar Muidense villa volop aan het genieten van haar baby, maar gisteren onderbrak ze haar bevallingsverlof plotseling om een flinke bom te laten vallen. De vrouw, die met de publicatie van het garagefilmpje zorgde voor de definitieve breuk tussen Jamie Vaas en Jorik Scholte, meldt nu dat ze weer bij elkaar zijn. Bizar, vinden veel mensen het. Bart Ettekoven, showkenner in Shownieuws, zegt: Je kunt het eigenlijk gewoon bijna niet geloven dat die twee weer bij elkaar zouden zijn na al die verhalen over mishandelingen en rechtszaken over broodroosters. We zijn meteen even in de telefoon geklommen. Wat heeft Jorik te zeggen? We hebben gebeld met het management van Jorik en die ontkennen het in alle toonaarden. Ze zeggen: Yvonne zit er echt, echt naast. Er is echt geen sprake van, maar ze gaan wel als goede co-ouders met elkaar om. Jamie en Jorik kunnen als co-ouders weer door één deur, zegt zijn management. Dat gaat beter dan een jaar geleden, zullen we maar zeggen, want we weten natuurlijk allemaal dat deze twee mensen niet meer met elkaar spraken maandenlang en dat was natuurlijk absoluut niet in het belang van dat kind. Hij vervolgt: Allemaal maar goed nieuws dus wat dat betreft. Ze zijn weer on speaking terms, maar van een relatie is dus volgens het management van Jorik absoluut geen sprake. En wat zegt Jamie dan? Het management van Jamie reageert vandaag niet op onze telefoontjes, maar Jamie zelf heeft want de geruchten gaan al wel langer eerder laten weten dat er van een relatie absoluut geen sprake is. Het blijft dus een beetje wel eens niet eens. Presentatrice Tooske Ragas' co-ouders kunnen ook wel eens ruzie maken, maar misschien wil ik het gewoon niet geloven. Dat zou ook kunnen. Eén ding is zeker: Jorik en Jamie komen nooit meer van elkaar af, benadrukt collega Sandra Schuurhof. In het contact zijn ze eeuwig tot elkaar veroordeeld, omdat ze samen een kind hebben. De geruchten dat de twee weer bij elkaar zijn, hebben overigens ook de redactie van RTL Boulevard bereikt. Zij kozen ervoor om de ontkenning als nieuws te brengen, Yvonne stelt dus dat die ontkenning niet klopt.